Het is de afgelopen dagen, nou weken eigenlijk, ontzettend druk geweest. Vooral met verschillende evenementen. Dutch Comic Con, hè, mijn vlog staat al online. Er komen nog meer video's van, want ik heb heel veel gefilmd daar en ook interviews gedaan. Daarnaast ben ik bij het Stripmuseum geweest voor de grote strippitch. Wat is nou? Daar komt straks ook een video van. En aankomend weekend ga ik naar mijn tweede stripbeurs van dit jaar. Is dit de tweede? Ik denk het wel. In Deventer, waar ik ook zin in heb, waar ik ook weer ga filmen. Dus ik heb heel veel materiaal en... ja, dan moet ik ook nog tijd vinden om een stripvlog op te nemen. En ik moet natuurlijk ook nog tijd vinden om een strip te lezen. Nou, de strip heb ik gelezen, dat is deze. En de plek heb ik ook gevonden om een vlog op te nemen daarover. Gewoon even hier, lekker makkelijk, camera neerzetten en beginnen. De vijfde integrale van Guus Slim. Ik wou bijna zeggen Guus Slim, maar dat is Guus Vlater natuurlijk. Dit is Guus Slim en die is wat... slimmer dan Guus Vlater, de detectieve strip van Maurice Tillieu. De vijfde, oftewel de één na laatste, heb ik begrepen, integrale van al het werk wat rondom deze bijzondere strip verschenen is. En alles wordt heel mooi in chronologische vorm gezet, waardoor dit ook weer een deel is wat chockvol zit met hele toffe dingen. Namelijk drie lange verhalen, vijf korte verhalen en een aantal tekstverhalen. Dat vond ik ook wel even heel bijzonder, want kijk... Maurice Tillieu is, wat mij betreft, was dat altijd een beetje gewoon de tekenaar van Guus Slim. Maar hij is natuurlijk ook de schrijver van Guus Slim. He, want hij schrijft zijn eigen verhalen. En dat hele stukje over dat schrijven, die scenario's, dat speelt een hele belangrijke rol in... nou ja, even dit laten zien, dit vind ik ook... dit, kijk, als men met het schutblad dit soort dingen doet, dat vind ik altijd heel erg gaaf. Want dan maak je gewoon een boek veel leuker mee. En ja, er zit natuurlijk een uitgebreid dossier in met allerlei hele mooie platen. Maar dit dossier gaat vooral even in op de rol van Maurice Tillieu als scenarist, als schrijver. Want in de jaren, eind jaren 60 was er een soort scenaristencrisis. En dat lag een klein beetje aan de uitgeverijen, Dupuis, want die hadden een aantal mensen ontslagen. Dat bleken scenaristen ook te zijn, naast hun andere functie. En toen zaten in één keer tekenaars zonder hun scenaristen, zonder een verhaal. En dat bleek dat er heel veel mensen heel mooi konden tekenen, maar niet echt verhalen konden vertellen. En daar waren die scenaristen zo belangrijk voor. Nou, Maurice Tillieu, die verschoof eigenlijk zijn werk van het tekenen naar het schrijven van scenario's. Dat is natuurlijk wel lastig als je een goed lopende strip hebt, want ik vind dit echt een hele toffe strip. Juist vanwege de sfeer die het uitademt, maar daar kom ik straks nog heel even op terug. Hij wilde wel doorgaan ermee. Nou, enter Gos, oftewel Roland Goossens. En deze jongen die kon tekenen en die mocht de strip van Guus Slim overnemen. Ja, en dan even gewoon een paar platen laten zien uit... het laatste lange verhaal in dit boek, wat gewoon echt chockvol zit met gewoon hele gave actie, hele prachtige decors. Vooral die actie, bijvoorbeeld een achtervolging over daken van huizen heen. Ontzettend mooi getekend allemaal, er zit wat flauwe slapstick humor in, maar een heel erg tof verhaal. Dat is het verhaal 18 karaats werk. Nou, het laatste grote verhaal in dit boek, erg tof. De andere verhalen zijn ook heel erg leuk. Waarbij Guus Slim niet alleen is, maar ook Vlinder en Spek, die zitten ermee. Soms denk ik wel eens dat die een klein beetje een soort bijfiguren zijn die hun eigen verhaaltje in het verhaal hebben. Maar soms spelen ze ook wel een hele belangrijke rol erin. En wat ik zo leuk vind aan het lezen van zo'n integrale van die verhalen van Guus Slim, is dat er toch een bepaalde rust van uitgaat. Kijk, tegenwoordig worden we overspoeld en het moet alleen maar spectaculairder en groter en de druk wordt steeds groter. Ook voor strips wordt de druk steeds groter om mensen te boeien, want mensen hebben al zoveel gezien en die zijn niet meer zo snel onder de indruk van dingen. Terwijl in deze tijd hoefde je eigenlijk niet heel veel te doen. Had je gewoon een leuk verhaal en mooie tekeningen. En dan waren mensen al helemaal blij. Dan is iets van, hey, toffe strip, maar tegenwoordig is dat niet meer. En dat mis ik. En daarom lees ik zo graag die verhalen van bijvoorbeeld Franquin uit de jaren 60 en 70 van Robbedoes. En dit soort verhalen van Guus Slim, die ook allemaal een beetje uit die tijd komen. Omdat dat, ja,
daar kun je echt lekker van genieten. Daar kun je je lekker bij ontspannen. Omdat er niet zo'n druk op ligt dat het allemaal maar moet knallen en weet ik veel wat. Ja? Ja, misschien word ik dan oud. Ik weet het niet hoor. Ik mag ook heel graag Marvel films zien. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik hou ook wel van spektakel. Maar dit soort dingen, ja, dat vind ik gewoon... Dat geeft mij gewoon een heel fijn gevoel als ik die lees. En daarom lees ik ze zo graag. Dus goed... Ja, en daarom kan ik alleen maar zeggen, als je dat gevoel ook wil... en als je houdt van die klassieke Franco-Belgische stripstijl... van het werk van Maurice Tillieu, van Guus Slim... van, nou ja, allerlei hartstikke leuke verhalen... prachtig getekend allemaal... dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel, ga hem halen. Guus Slim, Wind in de Rug, integrale deel 5... uitgebracht bij uitgeverij Arboris. Daar kun je hem gaan halen en ga er lekker van genieten. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.